Nou, op afstand maak ik contact met Junior Mersch. Het is voor de vele theaterbezoekers waarschijnlijk geen onbekende. Deze man, kunnen we met recht zeggen, is een musicalster. Het is een man die dus acteert, die theater doet, die danst, die weet hoe een publiek in extase te brengen met zijn moves, zijn spraak, zijn zang. En een marge van alles. En ik vind het ontzettend leuk om met hem te praten. Al is het alleen maar omdat Rafaela, die ik onlangs sprak, hem noemde als inspirator. En het moment dat je als inspirator wordt genoemd door iemand die zelf ook inspireert, dan weet je al dat je te maken hebt met een mooi mens. En als die ook nog op het podium staat en meer mensen mag raken, ja, dan vind ik het een eer om zelf ook met jou te praten. Ik ga zo meteen nog wel iets omlaag, want anders zien we je niet goed genoeg. Zodat we je helemaal goed in beeld krijgen. Zo. Ja, maar voordat ik jou de bekende vraag ga stellen, weet je wie jij bent en hoe wat jij doet voortvloeit uit wie je bent. I caught you at a real special time. Ik hoorde van jouw vader. Ja, klopt, Gecondoleerd. klopt. Dankjewel, man. En ik hoorde Ja. ook van, volgens mij word je ook vader. Klopt ook, hè? En ik word ook vader, ja, klopt. Tenminste, ik Wat ben al een. vader, maar ik word Oh, voor de tweede keer je vader. wordt voor de tweede keer vader. Ik word Dus voor de wat. tweede keer vader. Juist, want jouw vrouw is dus zwanger, in verwachting. Jullie zijn in Ja, verwachting. klopt, 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 klopt. Dus Dus ja, ik weet je mag van dat. geluk spreken eigenlijk ook. Ja. In deze bizarre tijd, man. Want het is voor mij echt een bizarre tijd. Maar er Ja. zit ook nog gelukkig dus een lichtpuntje aan. Ja. Ja, waar ik nu eigenlijk echt op zit te wachten. Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Dus de eerste vraag is de belangrijkste vraag. Hoe gaat het met je? Hoe voel je je? What's good? Ja, een beetje dubbel dus. Onlangs, ja, mijn vader is overleden en dat hak je natuurlijk in, dat voel je gewoon. Ja, los van de corona, kijk, we hebben geen werk op, tenminste, we hebben wel werk, maar het is allemaal gestagneerd. Dus je kan niet zoveel. Maar ja, dat geeft je wel weer de ruimte om aan jezelf te werken en om te kijken wie jij bent, wat wil je echt, waar wil je nog aan werken, dat soort dingen, weet je wel. Dus deze periode heeft mij gewoon nieuwe inzichten gegeven, waardoor ik wel kan zeggen dat het redelijk goed gaat. Dat gaat, ja, ik weet wie ik ben, ik weet wat ik wil, ik weet wat ik kan. Ja, en ik weet wie ik lief moet hebben, wie ik lief heb. Wie mij lief hebt, en dat zijn voor mij wel de belangrijkste dingen eigenlijk in het leven, de basisdingen waar je op kan varen. Ja, mooi. Ja. Wat is je meest dierbare, misschien ook wel meest belangrijke inzicht die je onlangs gehad hebt? Dat je de mensen die het lief hebt, dat je die dichtbij moet houden. En dat je die in ieder geval niet uit het oog moet verliezen. Want die heb je eigenlijk die ga je het meest nodig hebben op momenten dat je. Ja, dat je eigenlijk een helpende hand nodig hebt of een luisterend oor. Dan zijn het toch uiteindelijk wel weer de mensen waar je altijd op hebt kunnen bouwen. En die er altijd voor je zijn. En waar je misschien van dacht dat ze er op een gegeven moment niet meer waren. Maar die zijn er gewoon eigenlijk altijd. Wow. Wie is Junior? Die vraag heb ik vaak gehoord. Hier is een hardwerkende. Jongen, maar ook volwassen man, die weet waar hij voor staat, weet wat hij wil, en vooral doet wat hij leuk vindt. Maar ze heeft zeker een mening in. Ik vind het interessant dat je eerst jongen zegt en dan volwassen man. Ja, Zit tuurlijk. daar een stukje groei? Ja, want als je in mijn visie, als je zegt dat je al oud bent, dan heb je het al gehad, dan is het klaar. Dus je moet wel jong blijven, maar weet wel wat je verantwoordelijkheden zijn. En heb discipline, weet dat je groeit in het leven. Dus er is altijd weer een next level waarop je vaart en waarop je weer nieuwe dingen kan ontdekken, toch? Wat is Maar jouw je mag belangrijkste? ten alle tijde jong blijven, want als je jong blijft, dan blijf je leren. Dat is het Juist. eigenlijk. Ja, Ja. dat is wel onbevangen natuurlijk ook. En altijd nieuwsgierig Juist. en vrij. En dan blijf je leren. Want meestal als je. Hè, kijk, ik ben bijvoorbeeld vader.
Als vader zijn, je hebt een kind, nou, dan weet je, dan, jij weet bepaalde dingen al. Want ik ben ouder en ik heb dit meegemaakt en bla bla bla. Maar jouw kind kan ook dingen meemaken die jij misschien nog nooit hebt meegemaakt. Wat misschien ook weer nieuw is voor jou. En als jij daarin als je daarvoor niet open staat, bijvoorbeeld, en denkt van, hey, ik ben de oudere persoon, ik ben oud, ik weet, dan ga je nooit, ga je daarin bijvoorbeeld al nooit een echte band kunnen creëren met je kind. Terwijl je eigenlijk wel de volwassene bent, maar je bent ook, ja, jullie zijn ook mensen en daarin ben je ook weer gelijken aan. En het is voor mij gewoon, hoe jonger je ook kan denken nog steeds, hoe breder je kijk ook blijft ook vooral. En zijn dit wijsheden, mooie wijsheden trouwens, zijn dit wijsheden die je ook hebt meegekregen zelf als kind, vanuit de opvoeding die jij hebt genoten? Nee, ik heb de traditionele Surinaamse opvoeding. Maar dus het zijn eigenlijk dingen die je gaandeweg leert. Je leert jezelf kennen. Ik heb vooral gewoon in mijn leven heb ik echt mezelf moeten leren kennen. Ik ben opgegroeid in Rotterdam-Noord. Ik heb foute vrienden gehad, foute dingen gedaan. Veel, ja, terwijl ik wel een slimme jongen ben hoor. Ik zat op het gymnasium. Daarna heb ik de HAVO gedaan. HAVO heb ik afgemaakt. En daarna ben ik dus voor theater gaan kiezen op een gegeven moment. Maar ja, door de foute vrienden, foute keuzes, ja, andere leefomgeving, ga je dingen meemaken die jou weer veranderen en die jou, ja, hopelijk inzicht te geven. En dat heeft het bij mij wel gedaan, gelukkig. Wat heeft ertoe geleid dat jij in een positie was om, zoals je zegt, foute keuzes te maken, foute vrienden? Wat denk jij zelf dat daartoe geleid heeft? En vertel ook nog voor de leek, voor de mensen die de traditionele Surinaamse opvoeding niet kent, wat is dat? Laat me het gewoon zo zeggen. Ik ben gewoon door een Surinaamse moeder ben ik opgevoed. Bij Surinaam, mijn moeder is iemand van, ja, doe je best op school. Luister naar volwassenen, altijd met u spreken, dat soort dingen, weet je wel. Dat heb ik allemaal meegekregen. Ja. Wat me ook respect heeft gegeven. Dus ik heb altijd al respect gehad voor ouderen, dat soort dingen. Dus dat zat al goed. Maar ik was van mezelf was ik altijd heel verlegen. Ik speelde met He-Man, Spider-Man, dat soort dingen, altijd vroeger in de kamer. Dus ik was ook, ik was altijd van mezelf. En dan zou je eigenlijk een beetje niet sociaal zijn, als je begrijpt wat ik bedoel, weet je wel? Want ik sprak niet met mensen. Totdat het leven je gewoon pakt. Totdat je eigenlijk op een gegeven moment ga je naar buiten, je komt mensen tegen, jongens waar tegen je opkijkt, omdat je denkt, nou, die dragen misschien die ene schoen die jij nooit kon kopen en die jij nooit kon dragen, wat jouw moeder heeft, het geld, die, dat soort dingen. Dan ga je gaat daarna opkijken. Het is net als wat mensen nu eigenlijk hebben bij artiesten bijvoorbeeld. Weet je wel, je ziet die ene artiest draagt zoveel merk en dat en weet ik veel wat allemaal. En dan doe je dat eigenlijk ook omdat je nog jong bent, onbevangen, wat je zegt. Ja. Je hebt eigenlijk je fantasie is nog groot. En eigenlijk naarmate je ouder wordt, gaat dat allemaal steeds minder, weet je wel. Al jouw dromen worden je een beetje afgepakt door de realiteit. En dan kom je weer terug bij hetgene van, blijf altijd wel jong in je hoofd. Blijf ergens wel jong, zodat je je dromen behoudt. En zodat je die hopelijk ook een keer kan waarmaken, je dromen, weet je wel. En niet dat je in de matrix raakt van het werken, slapen en that's it, eten. En that's it, weet je wel. Nou, en volgens mij heb je al aardig wat dromen waargemaakt. Want je hebt denk ik dingen gedaan waar nu weer anderen naar kunnen kijken. En zeggen van jeetje, het is dus mogelijk. Je kan daar komen, je kan daar terechtkomen. En je zei iets interessants. Je zei überhaupt vooral de invloed van je moeder. Ik heb je nog niets horen zeggen over je vader. En welke rol die dan heeft gespeeld. Heb je daar nog vanuit je opvoeding richting en sturing uit kunnen krijgen? Wat jou geholpen heeft bijvoorbeeld om jou te sterken, om je dromen na te komen? Nee, mijn vader mijn vader was een aparte man, hij was ook een man van zichzelf, weet je wel. En ik denk dat we,
ik heb dat sowieso ook wel een beetje. Dat we gewoon, we zijn op onszelf. Ik heb daar in het verleden heb ik daar moeite mee gehad, maar naarmate je ouder wordt, ga je dat begrijpen, omdat je dingen, je herkent dingen van jezelf terug. Niet dat ik precies hetzelfde ben en natuurlijk wil je wel dingen anders doen, maar je gaat het wel begrijpen en een plekje kunnen geven. En bij hem, hij was er niet altijd, maar ja, als ik wilde, kon ik wel gaan. Maar ja, dat was, ja. Dat, ja, het leven, ja, die gaf ons nog niet het moment op dat moment, snap je? Dus dan, nee, niet dan, helemaal. Dan, wat bedoel je precies, ja, als je dat zegt? Nou, omdat door omstandigheden, hoe jij je voelt als tiener, hoe jij je voelt als puber, hoe je opgroeit. Als je vader niet vaak ziet, kan je bepaalde dingen gaan denken. Kan je bijvoorbeeld denken van ja, daardoor hoef ik hem niet te zien. Of ik wil hem juist wel zien. Maar ja, en dat heeft... die dingen hebben mij gevormd, want ik heb wel een moment gehad dat ik hem even niet hoefde te zien, omdat ik hem toch niet zag. Snap je wel? Oh, maar oké, want als ik goed begrijp, hij was geen blijvend factor in je leven, zeg maar. Hij was niet er constant. Nee. Je vader en moeder hebben dus niet samengeleefd? Nee. Okay. Maar hij was er wel, dus ik weet wel, sowieso gewoon je vader. Je wist waar hij was, zeg maar. Ja, zeker. Ja. En ik kon hem ook sterker nog, ik kon hem ook gewoon opzoeken. Juist. Maar dat is natuurlijk wat anders als een vader die actief bijdraagt aan de opvoeding van zijn kind. Ja, dat is wat anders. Dat is wat anders, ja. En ik neem aan dat jij dat als voorbeeld gezien hebt, maar niet per se een goed voorbeeld. Iets wat jij anders zou willen doen. Nou, het is iets wat ik anders doe. Maar het is sowieso wat ik anders doe. Ja. Maar toch neemt het zeg maar niet weg dat het je vader is, zeg maar. Weet je wel? Ja, en dat je gewoon... Het is een deel van jou. En vooral nu hij overleden is, dan voel je het ook. Dan weet je toch van, hey, het is toch een deel van jou. En je weet ook niet wat de omstandigheden zijn geweest voor zo iemand, waardoor hij die bepaalde keuzes heeft gemaakt, snap je? En dat ga je pas weten als jij... Als je man wordt, zelf kinderen krijgt, zelf relaties begaat en ook foute relaties begaat, dan ga je vanzelf zien van oké, ja, zo ik zou dus. Het kunnen begrijpen. Ik misschien begrijp zou het nog steeds, komt, ja. Ja, toch? Misschien zou ik het nog steeds anders doen, omdat we nu in een andere tijd leven, maar je kan het beter begrijpen en dat is voor mij wel belangrijk geweest om het beter te kunnen begrijpen in ieder geval. Ja, weet je wel? Ja man. En dat doe ik nu dus... Wat is de meest waardevolle les dat je geleerd hebt van je vader? ik moet het ja. Als een vrouw. Je hoort al waar het naartoe gaat. Ja, eigenlijk iets van in de zin van, in de trant van. Als een vrouw, als het niet werkt, weet je. Als het niet werkt, moet je er laten. Moet je het gewoon laten. Kijk, mijn vader was daar misschien echt heel goed in, maar ik had daar wel problemen mee, vooral met mijn eerste dochter, met haar moeder, weet je wel. Dan merk je gewoon van, omdat je eerste kind is, en er zijn er zoveel dingen waardoor je nog wil blijven, nou, je kind, daarom wil je eigenlijk blijven en bla bla, terwijl het eigenlijk goed gaat. En dan is er toch een moment dat je dan moet denken van, nee, het is klaar. En ik moet gewoon ik moet er voor mijn kind zijn, en ik moet er, snap je wel, zo. En, dus niet forceren in een relatie die niet werkt. Niet forceren, man. Dat is niet the way. Nee, omwille bijvoorbeeld van het kind. Want vaak wil je dan, zeg maar, picture perfect, wil je dan wel datgene aan het kind laten zien. Een stabiele, vaak, juist. Bij andere relatie. Gewoon niet juist. Werkt. En dat is, wat ik mijn dochter bijvoorbeeld nu ook, tenminste wat ze zelf ziet. Ze wordt ook 17 binnenkort. En die ziet ook gewoon, kijk. Papa en mama leven niet bij elkaar, maar je hebt het wel gewoon goed en iedereen is liefdevol en ook tegen jou, snap je? En dat is veel beter dan dat je samen bent en het werkt niet en het is alleen maar ruzie. Worden die kinderen ook niet beter van, weet je wel? Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd van je moeder? Van mijn moeder? Altijd mijn best doen, man. Altijd blijven geloven in jezelf.
En dat was eigenlijk het meest waardevolle wat ik, waar ik echt alles aan heb te danken eigenlijk bijna. Gewoon. Blijf in jezelf geloven, no matter what. En maakt niet uit wat er op je pad komt. Jij bent degene die het moet doen. En jij bent degene die het kan doen. En jij weet wat je wilt. Dus doe het. Snap je? En ja, dat heeft me heel ver gebracht, als ik eerlijk ben. Wow. Ja. En bij welke grootste uitdaging in jouw leven hebben die twee waardes jou het meest geholpen? Sowieso met het beëindigen van mijn eerste, van die relatie. Ook in het, ik ben, in mijn leven heb ik eigenlijk, ik heb verschillende momenten gehad dat ik eigenlijk op een soort kruispunt stond. Ik begon op mijn, ik denk 14e begon ik met muziek. Begon ik in Surinaamse bandjes. Werd ik heel snel bekend. Nou, tussen aanhalingstekens, zeg maar, was ik ja, bekende jongen in de Surinaamse gemeenschap. Toen was ik 15, 16. Toen zat ik al met de echt topbandjes, was ik daar aan het zingen en alles. En op een gegeven moment wilde ik Nederlands zingen. Toen moest ik eigenlijk heel erg switchen. En gewoon iets laten waar ik eigenlijk al heel, heel erg hoog in zat. Snap je wat ik bedoel? En vanwaar die behoefte, vanwaar die drang? Wat maakte dat jij ineens daar nieuwsgierig naar was? Omdat ik meer wilde. En ik had het gevoel dat ik meer kon en andere dingen kon. En dat er ook meer was of zo. En toen heb ik ook die stap gemaakt. En uiteindelijk heb ik toen eerst zat ik in een rapgroep, HOTZ. We hadden een liedje, Wie die schuurt is een bobbel. Met hun heb ik in Heineken Musical, ik heb in, wat nog meer gestaan, joh. Ik heb met Idols, met al die mensen van Idols, de eerste lichting, ook niet Rafaella, was die lichting daar, of daarvoor. Was daarvoor volgens mij. Maar daar hebben we mee getoerd, door heel Nederland heb ik, het voorprogramma Akon, voorprogramma Sean Kingston heb ik gedaan. We hebben zoveel dingen gedaan, en dat ik weer op een gegeven moment op een kruispunt stond, want we gingen uit elkaar. Ja. En toen was het, Junior, wil je alleen gaan zingen? Nederlandstalig. En toen was het weer van, ja man, ik geloof in mezelf, we gaan het gewoon doen. Ja. Nou, met iemand samen hebben we twee nummers gemaakt. Met die nummers ben ik zelf toen de tijd naar MTV Networks gegaan. Heb ik gewoon geregeld dat ik gewoon op tv kon komen zonder platenlabels of niks. Heb ik het gewoon voor mezelf geregeld. En ineens was ik een bekende jongen op mijn, ik denk 21ste was ik toen. Hoe regel je zoiets? Geloven, man. Wat ik je zeg, geloven. En het gewoon doen. Ja, maar wacht even, je zegt geloven. Maar je bedoel, loop je dan een executive kantoor binnen en zeg je van, mijn naam is Mr. Mersch en dit is wat ik wil en dit is wat ik wil zien gebeuren. Ja, ik ging letterlijk bij MTV Networks naar binnen, samen met een vriend van mij, gingen we naar binnen en toen gingen we... Ik had wel al een digibeta band, want je moet je clip op zo'n band hebben, op zo'n, weet je wel. En dat had ik toevallig al geregeld, want via hoor je wel bepaalde dingen, want je zit in dat wereld. Dus je was goed voorbereid, ja. Dus ik was redelijk goed voorbereid. En toevallig, je moest nog een code hebben en die code had ik toevallig ook een keer gedownload. Dus toen moest ik wel, want het was in Amsterdam-Noord, moest je met de pont daar naartoe. En toen moest ik wel weer even terug naar de stad om met een pot om in een belhuis moest ik die code dan uit mijn mail vissen en weet ik veel wat. Heb ik dat gedaan, weer terug met een pot naar MTV Networks, weer naar Noord. En alles afleveren en toen was het we kunnen kijken, misschien volgende week is je clip op TMF. En toen dacht ik, hè? Dus ik heb geen platenlabel nodig. Nee, je hebt eigenlijk geen plaat. Nou, en toen was voor mij, toen ging al... Ja, deuren open. Weet je, licht ging branden. En ik dacht van, oké. Ik kan gewoon zelfs dit voor elkaar krijgen, je weet toch. En dat was eigenlijk mijn grootste... dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht van, hé, wacht even, Junior. Jij kan alles wat je wilt, man. Want mensen zeiden altijd, heel veel summers fair. Weet je, zo ben ik opgegroeid met
Hilversum. Ja. Alles wat je op tv ziet, goede tijden, slechte tijden, dat soort dingen, is ver weg. Dat kan jij niet, dat kan je niet krijgen. Terwijl het gewoon een pontje over was. Ja, want wij komen van ergens anders, dus wij gaan dat niet krijgen. Nou, ik heb toen wel bewezen dat ik het gewoon krijg. Het maakt niet uit van waar je komt, weet je wel. En, ja, en dat is wel, dat is tot de dag van vandaag eigenlijk mijn kracht geweest. Zo heb ik ook met de Famous Cruise daarna weer, zeg maar. Dat is een Hindoestaanse groep uit Suriname, of die Surinaamse Hindoestaanse muziek maakt. Ja. Maar echt voor de Hindoestaanse gemeenschap, weet je wel. Ja. Daar ben ik daarna ook weer ingevallen eigenlijk. En toen was ik ineens groot in de Hindoestaanse gemeenschap. Dus ik heb eigenlijk op verschillende... Ik heb gewoon steeds in verschillende genres heb ik gewoon geprobeerd om het uiterste te halen. En op een gegeven moment was ik ook weer klaar om de hele tijd in... wat overigens superleuk was, om in Suriname echt 6 keer per jaar in Suriname optreden. Anthony Nesty Sportal, helemaal vol. Alleen maar voor ons. Al die Flamboyant Park, al die dingen, Olifant. Ik heb Sam de Rij zelfs hebben we opgetreden. Dat je gewoon langs de douane komt. Niemand fouilleert jou. Je mag gewoon gaan. Je mag gewoon doen en laten wat je wil. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Ik heb zelfs in New York moeten optreden met de Surinaams. Met gewoon een Surinaams bandje. En dat je ineens erachter komt dat de Surinamers zijn in New York. In Queens. Dat wist ik niet eens. Ja. Schijnt dat er een heleboel daar zitten. Ja. Ja, man, dat soort dingen. En dan gaan er weer deuren open. En dan weet jij gewoon zelf op een gegeven moment van... Jij bepaalt wat jouw wereld ook is, weet je. Wat jouw wereld is. Dit is super krachtig en inspirerend. En ik denk zeker ook voor heel veel jonge jongens die nu een weg zoeken... En tegen allerlei beperkingen aanlopen waarvan ze denken dat het buiten hunzelf is. Maar wat jij eigenlijk zegt, de beperking zit gewoon in jouzelf. En moet je gewoon je belief system, zeg maar, vergroten en activeren. En vooral actie ondernemen. Durven en doen. Vooral actie ondernemen. En er is altijd een weg. Kijk, ik zat altijd al op een musical academie. Vanaf mijn 20ste zat ik op een musical academie. Maar ik ben met musical begonnen toen ik denk 31 was. 30, wow. 31. Wow. Toen ben ik echt de musicalwereld ingestapt. Toen had ik al die dingen al gedaan. Had ik de hele tijd al getoerd. Ik heb alles al gezien. Elke club heb ik gehad. Weet je, dus op een gegeven moment, ja, dan was het voor mij oké. Okay, ik heb geen zin meer om echt de hele tijd alleen maar op te treden. Ik wil gewoon ook acteren en ik wil ook zelf weer andere dingen doen. Ja. Nou, en toen, een beetje, was wel... Soms moet je ook een beetje geluk hebben, weet je wel. Dingen komen ineens op je pad. Want er kwam ineens een auditie voor Hair. Kwam op mijn pad, waar Rafaella dus ook in zat. Ja, ja. Ik werd gewoon via Facebook benaderd, volgens mij. En toen heb ik die jongens ook gezegd, waar ik toen dus muziek mee maakte, Too Famous Crew. Heb ik ze gewoon uitgelegd van, hey jongens, ik denk dat ik gewoon musicals ga doen, man. Ik ga gewoon 6-7 shows in de week doen. Luister nou, werd je dan niet voor gek uitgehakt? Werd je niet uitgelachen? Want hoe gaat de jongen van Kaskawi naar musical? Ja. Ook weer niet. Omdat het ook... Het is een wereld die mensen niet... Mensen kennen het niet. Ze hebben er een beetje van... Sommigen hebben er een beetje van gehoord. Anderen helemaal niet. En ik vind wel van... Want wie gaat er in Nederland... Ik ken niet heel veel Surinamers die naar musicals gaan. Tenzij het bijvoorbeeld een Lion King is of zo. Weet je? Dan heb je nog kans dat je Surinamers in de zaal ziet. Maar musicals over het algemeen... wit theater, weet je. Hoe ik het zie. Ja. En er zijn ook een paar donkere musical acteurs, dat je gewoon echt kan zeggen, oké, okay, die zitten niet in het ensemble, het zijn geen dansers of danseressen. Ja. Het zijn gewoon echt acteurs, snap je? Of echt die op de voorgrond staan. Het zijn er ook maar heel weinig, weet je. En ik vond musical op een gegeven moment leuk. En ik dacht, het is gewoon jammer dat niemand het weet. Snap je? Dat niemand weet dat het gewoon leuk is. En dat je ook gewoon geld kan verdienen. Gewoon ermee. En dat je ook gewoon kan streven ergens naartoe. Net als hoe je nu bijvoorbeeld de rappers hebt. Die nu pas miljoenen kunnen maken. Ja. Maar het was al zo lang waren ze al bezig. Ik weet nog van X-Tins en zo. Maar die maakten geen miljoen hoor. Gewoon. Nee.
Snap je? En al die anderen die allemaal zijn opgekomen. Een Campy. Met Campy heb ik trouwens ook, heb ik twee nummers ook gemaakt. Die tijd. Maar we waren geen miljonairs. We waren gewoon hartstikke bekend. En we maakten wat geld. Maar het was niet als nu, weet je wel. In vergelijking tot wat er nu allemaal... Juist. En, en ik ben gewoon dus een voorstander van revolutie. Evalueren. Groter worden. Breder kijken. Weet je? Wat van die persoon is, kan ook van jou zijn. Je weet toch? Of wat van jou is, kan je ook delen met de rest. Kan je ook groter maken. Ja, en wat ik je ook, en wat ik eigenlijk ook hoor zeggen, is je kader, zeg maar, vergroten. Dus je wereldbeeld vergroten. En verder kijken dan dat je gewend bent. Dus buiten nieuwe terreinen, zeg maar, bewandelen. Dat vraagt toch wel om durf. Juist, want ik heb bijvoorbeeld, ik op mijn 20ste ook, toen ik dus die theateropleiding ging doen, toen ben ik achter... Toen pas wist ik wat musical was. Dus ik wist helemaal niet wat musical was. Dan moet je nagaan dat ik pas later heb ik... kwam ik erachter van... Hey, op de HAVO hadden wij ook nog van die voorstellingen. Maar ik wilde nooit meedoen. Ik vond het altijd... Ja, nee man, dat is voor andere mensen. Maar dat is niet voor mij, man. Ik ben te stoer voor dat. Dat was altijd mijn idee. Terwijl ik het gewoon leuk vond, eigenlijk. Weet je, als ik dan nu terugkijk, weet je. En het is ook gewoon hoe we onszelf steeds beperken. Weet je, onszelf ook die oordelen opleggen. Want het is eigenlijk een dik oordeel natuurlijk. Je kijkt ernaar en het heeft misschien een bepaald imago. En jij denkt, nou, daar pas ik niet bij. Juist. Terwijl je misschien... Jij moet het imago veranderen. Jij bent het imago. Want jij die eraan meedoet, het hangt van... Dus, en dat is het ding, het hangt er vanaf hoe goed jij je best doet. Mm. Hoe hard werk jij. Ja. Want als jij hard werkt, dan ben jij het imago. Ja. Want iedereen gaat naar jou kijken. Ja. Snap je? En als jij het niet doet, als je Pietje het laat doen, dan wordt Pietje het imago. Ja. En als jij niet in jezelf gelooft, dan val je helemaal weg. Ja, man. En dat is niet alleen in musical, dat is overal. Dat is overal zo, de rapwereld, zangwereld, maakt niet uit wat voor wereld. Al ben je een loodgieter, het maakt niet uit. Als jij jezelf wegcijfert, dan ben je al weg. Ja. Als jij jezelf niet belangrijk maakt, ben je al weg. Weet je wel? En dat soort dingen heb ik dus meegekregen uit het werkveld. Dus uit het zingenbandjes. Ik heb altijd geleerd om mezelf op de voorgrond te zetten. Dus toen ik op een gegeven moment in musicalland kwam en een rolletje kreeg aangeboden, was het voor mij niet heel moeilijk om te denken van... Hey Junior, jij gaat iedereen hier afmaken. Jij gaat wijzen dat jij de shit bent. Want jij bent de enige donkere guy die een rolletje in deze show heeft. Dus je moet iedereen wijzen dat je de shit bent. Punt. Period. En niet eens maar of en daarbij... Nee, dat is het, weet je wel. En dat heb ik gewoon gedaan, man. Dat heb ik, en in 4, 5 jaar heb ik gewoon een hoofdrol te pakken, snap je? Musicalster geworden. En dat is. En weet je wat ik volgens mij, wat ik ook haal uit jouw verhaal, is dat het niet alleen maar het vele praten is erover. Het is ook veel actie en het is ook hard werken. Want als ik naar jou kijk, ik heb een beetje gescrolld. Jij werkt freaking hard. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best, man. Maar ja, ik probeer wel. Don't get it twisted. Ik hou ook van mijn slaap af en toe, weet je wel, op zijn tijd. Maar het is wel zo dat je... Je moet gewoon hard gaan. Hè? Je moet altijd... Wat ik ook altijd doe, is verschillende zaadjes planten. Als jij weet... vroeger wilde ik altijd de zanger zijn. Zanger. Wilde ik echt zanger zijn. Totdat ik clips zag en zag van... Hey, die zangers zijn ook een beetje aan het acteren in die clips. Dus je moet ook wel kunnen acteren. En zo ben ik gaan nadenken van, maar als je kan acteren, dan kan je ook in andere dingen spelen. Hey, want dan kan je meer geld verdienen, want je hebt meerdere zaadjes, snap je? En zo ben ik steeds meer gaan nadenken van, wacht even, maar dan kan je ook achter de schermen kan je ook dingen doen. Je kan van alles doen. Ja. Naarmate je ouder wordt ook, weet je wel. Hoef je ook niet alleen maar te denken dat je bent acteur, dus je blijft acteur. Nee, je bent wat je wilt dat je bent. Je bent wat je wilt zijn. En dat maakt je dus naast artiest, maakt dat je dus ook ondernemer.
en dat ben ik nu ook. Want ik heb ook een eigen agencybedrijf nu ook. En dat zijn allemaal dingen die er dan dus bij zijn gekomen weer. Ja. Omdat jij gewoon bezig blijft en niet... En blijf vernieuwen en blijf leren wat je zegt, weet je. Ja, ik herken zoveel in wat je zegt. En bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens teruggekregen dat als mensen kijken naar het palet aan interviews die ik doe en de verscheidenheid aan gasten, dan krijg ik ook wel eens de vraag terug van, hey, het valt me op dat jij je niet aan één bepaalde groep mensen of type mensen vasthoudt. En ik geef dan ook altijd terug, maar dat zou ik mezelf armoede gunnen als ik niet meer kennis verspreid wil gaan halen. Bij één groep alleen maar gesprekken mee willen voeren en daarmee informatie naar de wereld willen zetten. Sterk voor mezelf ook wil ik ook breder geïnformeerd worden. Dus ik wil verschillende groepen, verschillende mensen en verschillende verhalen horen. En daarmee krijg je ook meer. En met meer is je impact ook groter. En hoe groter de impact natuurlijk, hoe meer groei er ook voor jou klaarstaat. Dus dat is een hele krachtige man om er zo in te staan. Je staat op een wederom op een heel bijzonder kruispunt, weet je. Je vader heen gegaan, je tweede kind op weg. Eigenlijk is het er alleen dan nog aan de binnenkant, je moet nog naar buiten. Ja. En weet je, plus je staat nog steeds, weet je, als artiest en ondernemer sta je echt te timmeren aan allerlei nieuwe toekomstdeuren. Weet je, wat zijn nu nog jouw dromen waar je naar streeft? Mijn droom is om uiteindelijk ook zelf dingen te produceren, dus neer te zetten. Ik pak het nog zo breed mogelijk, laat me het zo zeggen. Dus het kan tv zijn, het kan theater zijn, het kan van alles zijn. Ik ben er wel mee bezig, maar ik neem het zo breed omdat ik hou er niet van om te beperken, weet je wel. Dus maar ik wil heel graag dingen op de kaart zetten, dus produceren. En ik ben aan het kijken of ik zelf nog muziek kan maken ook nog. In hoeverre is het muziek wat ik nu zou kunnen produceren leuk en relevant of zo, zeg maar. Dus daar ben ik ook mee bezig en dat wil ik ook gewoon, daar wil ik zeker wat mee doen. En ik wil gewoon mensen inspireren, man. Dat is eigenlijk... Los van doen wat ik nu doe, hè? Want nu ben ik gewoon ook inspreken, lekker rolletjes spelen, dat is allemaal goed. Dat wil ik wel blijven doen. Ja. Maar daarbij dus ook zelf op de kaart dingen zetten en muziek maken en mensen inspireren, man. Mooi. Ik heb geleerd ook gewoon door de jaren heen dat hoe meer je ergens voor staat, ja, hoe meer je dingen helder voor jezelf gaan worden, weet je wel. Hoe helder het voor jezelf gaat worden. Als jij nergens voor staat, kan je voor alles doen. Je kan jezelf helemaal suf werken. Je kan 20 jaar, 20 musicals hebben gedaan. Maar wat heb je eigenlijk gedaan? Waar stond je voor? Wat was jouw kracht? Wat deed je? En je kan dat aan heel veel mensen vragen en dan weten ze het niet. Dan weten ze het gewoon niet. Snap je? En ik ben iemand, ik heb maar 5 musicals uit mijn hoofd, hoor. Ongeveer 5 gedaan. Maar ik weet wel wat ik wil, weet toch? En ik weet wel waar ik voor sta. Ik weet wie ik ben. Ik ben een donkere jongen in deze wereld, snap je? En dingen zijn net iets anders voor mij, snap je? En daarbij ben ik wel zo van, ik hoef geen medelijden. Ik ga jou wijzen dat ik het ga halen, op mijn manier. Maar ik ben me er zeker, zeer zeker van bewust. En de mensen die na mij komen, die wil ik die dingen vertellen. Die wil ik vertellen van, hey, doe gewoon jouw ding. En geloof in jouw ding. En het maakt niet uit als Pietje anders is of als iedereen hetzelfde is. En jij bent anders, wees anders. Wees gewoon anders. Dat is gewoon het belangrijkste. Wat ik ben altijd anders geweest in mijn hele leven. En ik vond het altijd vervelend. Totdat ik het begreep en dacht van, hey, dat is mijn kracht juist, dat ik anders ben, weet je wel. En tot de dag van vandaag is dat mijn kracht en ik ben nu 37. Dus de tijd gaat snel ook. Ja, man.
Dit voelt als een mic drop, weet je. Ik bedoel, mooier kan je niet eindigen. Dit is een hele mooie, krachtige boodschap. Ik zie jou ook als inspirator en als voorbeeld. Jij hebt Ja, bewezen. dankjewel. Ik geloof niet alleen maar dat, daarom, ik ben echt van de, we hebben veel praters, maar de doeners, die zijn het grote voorbeeld. Want die maken Ja, waar wat ze zeggen te willen doen. En dat zijn de mensen die ik vind ook op een hoger platform gedragen moeten worden. Opdat zij weer de weg vrij kunnen maken voor anderen. En dat is precies wat voor ik jou net anderen. hoor zeggen. Dat is precies wat Ja, ik jou man. net hoor zeggen. Wat jouw droom Ja, is. man. Dus mijn steun heb je. En wellicht ben jij straks ook de producer van een van mijn programma's. Je weet maar nooit. Ik hoop het maar, dat zou leuk zijn. Ja, man. We moeten eens een keer praten. Hey, dankjewel Zeker. voor dit moment. Een bijzondere tijd voor jou. Echt bedankt dat je tijd vrijgemaakt hebt. Ik weet, je bent druk. Je bent nu ook in de studio, dus je moet snel verder. Maar thanks Ja, voor dit man. moment. En Hey. ja, we gaan contact houden. Jij ook bedankt. En we gaan zeker contact houden, man. Ik vond het heel Zeker man. leuk. All right. Thanks, man. Yo. Oké. Okay. Bye-bye.